Mijn naam is Kim Kutter, ik ben 40 jaar geworden, ik ben moeder van 3 jongens en ik ben mede-eigenaar van Poespas.nl. Welkom bij Poespas in Twente. Koffie? Samen met mijn compagnon Lisette heb ik Poespas. En dat is een favorite webstore, noemen wij het. En dat is eigenlijk alles wat wij zelf leuk vinden, dat verkopen we. Van behang tot aan kleding, tot aan eigenlijk allerlei handige dingen voor kinderen, voor het hele gezin, maar ook zwembroeken voor papa's. Eigenlijk alles. Schoenen, maakt niet uit wat. Wat wij leuk vinden, dat verkopen we. Het ondernemen zat al heel erg in mijn familie. Mijn ouders hadden meubelzaken in Twente best wel veel. En ik vond het ook heel leuk om daar te staan. Dus ik was altijd al bezig met interieur. Maar ook vooral mensen blij maken. De kickstart van Poespas kwam toch in de coronatijd. Lisette en ik hadden allebei zoiets. Moeten wij niet eigenlijk iets doen wat we altijd al hebben willen doen? En nu is daar de tijd voor. Nou, inmiddels hebben we aardig wat vrouwen in dienst. Vooral allemaal vrouwen en ook freelancers. Maar Lisette, hoeveel mensen hebben we in dienst? En dan freelancers. Nou ja, dat is een aardig team. Binnen 1,5 jaar. Ja. Samen. Alles in overleg, maar uiteindelijk wel luisteren naar de baas. De vrijheid hebben om 24 uur per dag te werken. Ja, ik ben natuurlijk moeder van 3 kinderen. Dus ik heb heel veel geluk als ik een nachtje mag doorslapen. Meestal is dat niet zo. Dus meestal start mijn ochtend dat een kind wakker wordt. En dat hij ofhuilt of naast mijn bed staat. Maar dat vind ik nooit zo erg. Nee, 's ochtends dan zorg ik eerst dat de kinderen alles hebben gegeten en gedronken. En haren in gel hebben en de kleding aan. En pas daarna, als dat allemaal gelukt is, dan gaat het koffiezetapparaatje aan. En maak ik voor mezelf een cappuccino. Als ik op kantoor ben, drink ik wel iets meer dan dat ik thuis ben. Maar een cappuccino of 3 op een dag, denk ik, dat ik drink. Het valt mee. De hele dag door. Door financiële zekerheid veel vrijheid hebben. Als ik alles af zou kunnen maken in 3 dagen, zou dat wel mijn voorkeur hebben. Maar helaas is dat niet zo. Ja, ik ben 24/7 aan het werk. Maar mijn werk is mijn passie, is mijn hobby, is mijn leven. Dus dat vind ik niet zo erg. En het leuke is ook aan mijn werk dat ik het vaak kan combineren met mijn gezin, met mijn man, met mijn vriendin. Dus het maakt het allemaal wel wat makkelijker. Moederschap en het ondernemerschap is goed te combineren, mits je het goed geregeld hebt thuis. Ik denk dat Jaap en ik een beetje hetzelfde werk doen en heel goed begrijpen dat ons werk altijd doorgaat. Dat je niet altijd op bepaalde tijdstippen ergens meteen kunt zijn. En wat het allerbeste advies ooit is geweest, denk ik, is hartstikke leuk. Je gaat wel met iedereen koffie drinken, je wilt iedereen helpen. Maar wij moeten daar wel oppas voor betalen. Dus realiseer je goed dat als jij ergens naartoe gaat, dat dan wel voor jezelf wat op moet leveren. Of dat nou financieel is of dat je er zelf wat van leert. Maar wel dat het de moeite waard is. Bij alles wat ik doe, denk ik daar wel heel erg over na. Van, heeft dit zin dat ik mijn kinderen daarvoor thuis laat bij de oppas? En nu kan ik wel echt zeggen van, ja, wij doen allebei dingen wat we zelf heel graag willen. En dat zie je ook terug, want het is gewoon, succesvol.